Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn favoriete producten zien van oktober. Het valt eigenlijk best wel mee wat er in het bakje zit. Ik heb wel eens meer gehad. Maar ik ga je toch eventjes laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. Ik wil wel eventjes een kleine mededeling doen. Het kan zijn dat je een beetje achtergrondgeluid gaat horen. Ze zijn namelijk bezig met de tuin aan de voorkant bij mij. En dit maakt onwijs veel geluid. Alleen ze zijn hier vandaag mee begonnen en dit gaat de hele week zo door. Dus ik weet eigenlijk niet wanneer ik deze video anders moet opnemen. En het geluid zal de hele week blijven. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wanneer ik zou gaan filmen. Omdat ik gewoon dat geluid hoor. Dus ik hoop dat het voor jullie niet al te storend is. Maar dan weet je in ieder geval als je geluid hoort waar het vandaan komt. Mocht je nou benieuwd zijn wat er in dit bakje zit en welke producten ik fijn vond, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met twee kwastjes van Real Techniques. Dat zijn deze twee kwastjes. Ik heb normaal een doosje er ook bij, maar die zie ik eventjes niet. Dus ik doe het maar even zonder het doosje. Ik heb namelijk hier allereerst een Defining Crease Brush. En hiermee kun je dus in je crease. En dat is heel erg fijn. Heel erg handig. Je ziet, hij is helaas niet schoon. Want ik heb hem nog gebruikt. En ik had eventjes geen tijd meer om hem schoon te maken. Maar dat is allereerst dit kwastje. Hij is wat langer en hij heeft vrij fluffy haartjes. Waar je dus heel fijn mee oogschaduw kunt aanbrengen in de crease. En bij dit setje hoort ook de Crease Prep Brush. En hiermee kun je dus eigenlijk ook wel blenden in de crease. Vind ik heel fijn. Deze is iets schoner, want deze heb ik nog niet gebruikt. Twee hele fijne kwastjes. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd uit welke set deze komen. Zet ik even in beeld neer. Maar dat zijn twee hele fijne kwasten. Je ziet ook, dit is het nieuwe design van Real Techniques. De andere kwasten die ik heb, die zijn donkerder paars en hebben een zwarte uiteinde. Maar dit is uit de nieuwe collectie. En ik vind het echt twee hele fijne kwasten. Dus dit is echt, echt top weer dat ik deze ook weer heb kunnen toevoegen aan mijn collectie. Dan heb ik een geurtje. Dit is het Jalot Eau de Parfum. Klinkt een beetje Frans. Oh, dit schittert heel erg. Dit is namelijk een geurtje van de Lidl. Hier zit 50 ml in. Ik heb deze ook al in een rode variant. Die vond ik zo lekker. Ik was ook heel erg benieuwd naar de blauwe. Dit luchtje is geloof ik 3 euro, 4 euro. En hij is echt super lekker. Kijk, dit is het flesje. Ik ben niet zo heel goed in het omschrijven van geuren. Maar hij is heel fris. Ik vind het een heel fris geurtje. Het zou ook een dupe zijn. Nou weet ik uit mijn hoofd even niet meer waarvan die dupe is. Maar dat zal ik ook even hieronder neerzetten. Dus misschien als je dat geurtje dan herkent. Dat je een beetje een idee hebt waar die naar ruikt. Ik heb zelf dat originele geurtje niet. Dus ik kan niet vergelijken of dat die echt daadwerkelijk overeenkomt. Maar ik vind hem heel lekker. En hij blijft ook best wel lang hangen. Want ik had gedoucht en na het douchen rook ik hem nog steeds. En dat vind ik eigenlijk best wel knap voor een geurtje van een paar euro. Ook misschien wel leuk om als je bijvoorbeeld iemand een cadeautje wil geven. Zo'n geurtje. Het is niet heel duur. En hij is eigenlijk super lekker. Rode variant ook. Ik weet alleen nu niet of het op het moment ook testers staan bij de Lidl. Of je geurtjes kunt testen. Omdat het natuurlijk met corona allemaal wat moeilijker is. Maar het is echt wel een heel erg lekker geurtje. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dan heb ik een make-up palette en dit is het Vanish Beauty palette. Ik heb deze een tijd geleden alweer bij de Action gekocht. Ik weet niet of Action hem nog heeft. Ik heb hem nog wel gezien bij bol.com. En hier zit een mascara, een oogpotloodje, oogschaduw en highlighter in. En ook nog een bronzer. Dit ziet er zo uit aan de binnenkant. Ik zal hem zo eventjes openmaken, dan kun je hem ook zien. Kijk, hij gaat gewoon open met aan de zijkant een magneetsluitingtje. De mascara die komt er nu gezellig al uit. Deze zit er dan in. Er zit ook een spiegel in aan de binnenkant. Heel leuk. En dan zijn dit de producten. Ik zal de mascara eventjes laten zien. Ik vond deze mascara echt goed. En dat zeg ik niet zo vaak. Want hij heeft wel een borsteltje met hele kleine haartjes. Maar ik vond eigenlijk dat hij mijn wimpers heel mooi zwart maakte. Hij belooft verder niks. Hij belooft geen volume of lengte. Maar ik vond hem eigenlijk verrassend goed. Ik vind de huls ook heel erg leuk. Want de combinatie met het zwart en goud vind ik gewoon heel mooi. Dus de mascara vond ik heel fijn in het paletje.
Nou, even kijken of ik dat ook potloodje eruit krijg. Dat is ook altijd zo'n kring. Ook helemaal. Het potloodje heeft eigenlijk een beetje hetzelfde design. Ook met goud. Het potloodje vond ik helaas niet zo fijn. Ik hou zelf niet zo van potloden die je moet slijpen. Hij ziet er zo uit. Kijk, ik zal hem even zwart. Ja, hij is wel mooi intens zwart. Maar ik vond hem nogal pijnlijk om aan te brengen op mijn waterlijn. Dus dit potloodje had voor mij... Nee, dat vond ik niet zo fijn. Ik heb liever potloodjes die je omhoog kunt draaien. Maar dat heb je niet altijd voor te kiezen. Maar die vond ik dan niet zo fijn. De oogschaduwkleuren hebben ook naam gekregen. Dus dat zijn deze. Ik zal ze even swatchen. En dan ook even de highlighter en de bronzer. Ik ga niet alle oogschaduwkleuren swatchen. Maar gewoon eventjes een stuk of drie. Zodat je eventjes een idee hebt wat de kwaliteit is. Kijk, je hebt hier een paar shimmer kleuren. Die zijn heel intens. Het matte kleurtje valt een beetje tegen. Maar je ziet wel dat die heel intens zijn. Dan zal ik ook eventjes de bronzer in de... highlighter zwartje. Kijk, die zien er dan zo uit. Die zitten hiernaast. Ook zie je dat die best wel donker zijn. Ik was eigenlijk heel erg verrast door de producten in dit setje. De ooglook is niet heel bijzonder die je ermee kan maken. Ik bedoel, het is geen high-end ooglook waar je de show misschien mee steelt. Maar voor de afwisseling vond ik het best wel leuk. Ik was echt wel verbaasd dat de pigmentatie van de oogschaduw best wel goed was. En de mascara heeft me heel erg verrast. Dus dat vond ik echt wel top. Net wat ik zeg, ik weet niet of Action dit setje nog heeft. Maar ik weet dat bol.com hem sowieso wel heeft. En misschien heb je hem inmiddels wel. Maar ik vond het toch wel, ondanks dat ik het oogpotloodje niet zo fijn vind, het setje eigenlijk best wel heel erg leuk. Dus dat is deze. Dan ga ik door naar een bronzer. En dat is de Ten Time bronzer van Lottie London. En dat is deze. Ik heb deze in de light medium kleur. En wat ik heel tof vond aan deze bronzer. Kijk, zijn de sterretjes in de binnenkant. Hij heeft een lekkere grote pen. Dus ik vond dit heel tof, die sterretjes. En deze kleur past ook heel goed bij mij. Want kijk, dit is hem. Je kunt hem heel mooi uitblenden. Hij blijft echt niet zo donker. Je kunt hem gewoon lekker uitblenden. Je zou hem ook nog kunnen mengen met bijvoorbeeld een wat lichtere bronzer. Maar ik vond hem verrassend leuk en mooi. En dit merk is ook compleet vegan. En dat vind ik ook wel fijn en niet op dieren getest. Echt een hele fijne bronzer van het merk Lottie London. Die ook er nog eens heel erg leuk uitziet. Dus dat is top. Dan heb ik drie Illuminating Face Drop setjes. En... ik heb deze toen een keer getest in een first impression video. Toen was ik niet overtuigd. Maar nadat ik ze toch wat vaker heb getest, is mijn overtuiging toch wat meer teruggekomen. Ik heb ze in de kleuren 010 Cool White, 020 Fine Rose en 030 Soft Gold. Ze zitten dus in een tubetje. En ze hebben een soort van druppelvorm. Je ziet een heel klein druppeltje. En hiermee komt het product er dus uit. Ik ga het ook even voor je swatchen. Wat mij nu opviel is dat de kleuren dus toch echt wel door de poeder heen kwamen. Dat had ik bij de eerste keer niet. Maar uiteindelijk zag ik het nu dus wel. Dus vandaar dat ze nu toch bij deze video zitten. Dit is de gouden. Is misschien niet een kleur die je heel snel pakt omdat hij vrij warm is. Dan heb ik de witte. En de witte is toch wel echt mijn favoriet. Het ziet er heel raar uit dat ik sta te schudden. Maar ik doe dit heel voorzichtig. Want het gaat best wel lopen. Kijk, dan hebben we hier de witte variant. En de roze. Die is een beetje nattig. Nou ja, hij zit er in ieder geval op. Die ziet er zo uit. Dit is de roze. Maar zoals ik al zei, ik durf mijn hand niet te veel schuin te houden omdat het heel erg gaat lopen. Maar toch, nadat ik ze nog een kans heb gegeven, was mijn mening toch veranderd. En dat vond ik wel heel erg leuk. Mijn favorieten zijn toch wel deze twee, omdat dit wat koelere tinten zijn. Deze vind ik wel heel erg warm. Maar zou in de winter vind ik het op zich wel mooi. Maar ik zou hem bijvoorbeeld ook wel kunnen mengen met de witte variant, zodat hij net iets zachter wordt. Maar ik was uiteindelijk toch nog best wel enthousiast over deze drie Illuminating Face Drops.
Ik gebruik ze ook als highlighter. Je zou ze ook kunnen mengen in je foundation, zodat je een soort van glitter effect of glow effect in je foundation krijgt. Ik hou daar zelf niet zo van, maar dat is dus wel mogelijk. Dus deze face drops. Dan heb ik dit paletje van Barbie. En ook deze kocht ik al geruime tijd geleden bij de Action. Het is een lips, cheeks en eyes palette. En ik vond hem er wel heel erg leuk uitzien. Op de achterkant zie je ook de kleuren. Laat ik vooropstellen dat ik de lipglossjes in dit palette echt 10 keer niks vind. Die vielen voor mij wel echt af. Maar de poeders vond ik wel heel fijn. Kijk, je ziet ook dat ze er heel lelijk uitzien, die lipglossjes. Ik ga ze ook niet voor je swatchen, want je ziet ze bijna niet. Maar de poeders vond ik wel heel mooi. Het is een blikken palette, dus het ziet er wel heel mooi uit. Ik zal ze even voor je swatchen. De lipglossjes laten dus achterwege. Dit is bijvoorbeeld de blush. Hij is best wel warm. Maar ik vond hem op zich best wel heel erg mooi. En hiernaast komen dan eventjes drie oogschaduwkleuren. En je ziet dat ze toch nog best wel fel zijn qua kleuren. En het zijn ook wel kleurencombinaties waar ik zelf wel van hou. Waar je misschien niet altijd voor zou kiezen. Maar ik vind ze wel heel erg mooi. Dus eigenlijk best wel een heel erg leuk paletten. Behalve die lipgloss. Die had er voor mij niet in hoeven zitten. Kijk, ze doen het erin. Maar die zou ik ook zeker niet meer gebruiken. Maar de poeder zeker wel. Dus ik vond dit palet ook zeker heel erg leuk. Ook van deze weet ik niet of Action deze nog verkoopt. Maar ik weet bijvoorbeeld dat ze hem op internet nog wel hebben. Ook onder andere bij bol.com. Maar ja, misschien ook leuk om cadeau te geven. Bijvoorbeeld aan iemand die wat jonger is. En die wel een beetje met make-up bezig is. Kijk, ik kan me voorstellen dat misschien de verpakking niet meteen lont. Omdat er Barbie op staat. Als je wat ouder bent. Maar ik vond het wel leuk. Het kreeg bij mij een soort van jeugdherinnering. Omdat ik vroeger wel echt een Barbie liefhebber was. Dus dat vond ik wel heel erg leuk hier aan. Dan heb ik een Pro Base Smooth Set & Prime Blur Stick. En deze is van het merk MUA. Een hele fijne stick die je gewoon kunt aanbrengen op je gezicht. Ik moet zeggen, ik zag wel dat hij bepaalde lijntjes wel minder maakte. Maar het is niet dat je een heel glad gezicht ervan krijgt. Dat absoluut niet. Maar hij voelde wel heel fijn aan. Dit is de stick. Je kunt hem omhoog draaien. Daar hou ik altijd wel van. Er zit ook best wel veel in. Ze hebben hem ook in één kleur. Maar hij past zich een beetje aan na je huid. En meestal doe je erna toch een foundation overheen. Waardoor het eigenlijk niet echt zichtbaar meer is. Ja, ik kan hem swatchen. Maar dat ga je bijna niet zien omdat hij vrij transparant is. Maar ik was toch wel verbaasd dat hij toch echt wel een aantal lijntjes goed dekte. En dat ben ik normaal niet heel erg gewend van primers die dat beloven. Maar deze deed dat wel. Ik moet wel heel erg wennen aan een stick. Want ik vind het toch wat minder prettig werken als gewoon een vloeibare primer. Maar ja, omdat hij toch wat deed wat hij beloofd, vond ik het toch wel een hele fijne stick. Dus deze kan ik ook zeker aanraden. Ja, dan heb ik nog een oogschaduwpalet. En dit is het Smart Beige Collection Eyeshadow Palette van Catrice. Dat is deze. Deze heet de naam Multi Nude But Not Naked. En het is misschien een beetje saai omdat het weer een beetje naar de nude gaat. Maar ik vond het wel een heel erg mooi palette. Ik vind de verpakkingen heel erg mooi. Deze heeft een light and sculpt kleur en heeft dus dit soort kleurtjes. Zoals ik zei, het is misschien wat saaiig omdat dit toch wel kleuren zijn die je niet zo heel veel meer ziet. Omdat het toch allemaal tegenwoordig wat donkerder is. Maar kijk, zo zien ze eruit. Ik vond ze best wel pigmentvol. En zeker voor een ooglook waarbij je bijvoorbeeld heel erg wilt knallen met de lippen. Vind ik het soms echt wel mooi om een wat rustigere ooglook te maken. Zodat je het een beetje in balans houdt. Ja, dus dat vind ik altijd wel heel erg mooi. En ik vind deze paletten gewoon heel erg fijn. Omdat ze vaak goede pigmentatie hebben. En deze viel daar echt wel onder. Ondanks dat ik kan begrijpen dat niet iedereen voor dit paletten zou kiezen. Vanwege de wat neutralere kleuren vond ik hem wel heel erg tof. Dus dat is dit paletten. Dan heb ik van het Kruidvat ook een Even Skin Pore Refining Face Drops. En dat zijn deze. En dit zijn gewoon druppels die kun je aanbrengen op je gezicht als een soort serum. Ze zijn erg geconcentreerd. En er zit hyaluronzuur in. En het verfijnt je poriën en geeft een egale en frisse look. Je moet het gelijkmatig aanbrengen op een gereinigde huid.
Je moet het wel niet onder de ogen aanbrengen. Ik ga gelijk heel eerlijk met je zijn. Hij vernauwt je poriën niet. Althans, bij mij deed hij dat niet. Dat gebeurde niet. Maar mijn huid voelde wel heel erg lekker verzorgd aan. En het voelde heel fijn aan op mijn gezicht. En daarom vond ik hem toch wel heel fijn. Het maakt mij niet zo heel veel uit dat hij mijn poriën niet dicht maakt. Want ik smeer toch daarna weer vol met foundation. Maar ik vond het wel een hele fijne. Ik ga deze niet zwartje, want hij is gewoon transparant. Maar ik laat je wel even het pipetje zien. Kijk, het werkt met een pipetje. En die kun je dan gewoon vol doen. Je kunt ervoor kiezen om het met je vingers aan te brengen. Ik heb ervoor gekozen om het op een kwast te doen. Ik moet zeggen, ik vond hem echt wel heel erg, erg fijn in gebruik. Het voelde gewoon heel erg lekker zacht. En ja, het voelde ook heel smooth. Het voelde echt gewoon heel erg lekker aan. Dus echt wel een hele fijne face drop zijn dit. Dan heb ik ook een poeder van Catrice. En dat is de 5-in-1 Setting Powder. Deze heeft mattifying, waterproof, sweetproof, fixing en SPF 10. Dat is deze. Heeft de naam 010 Transparant. Transparant. Het is dus inderdaad ook een transparante poeder met een mooie spiegel erin. Ik denk dat de meesten van ons deze poeders wel kennen als we van make-up houden. Maar ik vind hem heel erg fijn. Waterproof. Kan ik je niet vertellen. Ik heb er niet mee gedoucht of in de regen gestaan. Sweetproof weet ik ook niet. Want sporten doe ik voordat ik make-up op heb. Hij fixeert heel goed. En SPF 10 dat weet ik niet. Maar hij is inderdaad heel mat. Ja, ik vond het gewoon een hele fijne poeder. Hij heeft een lekkere grote pen. En hij ziet er gewoon mooi uit. Ik kan hem swatchen, maar dat ga je niet zien. Want hij is wit. Dus dat heeft heel weinig zin. Maar ik vond het wel een hele fijne poeder. Ik hou ook heel erg van dit soort poeders van Catrice. Ja, ik vind deze gewoon super fijn. Dus deze kan ik je ook zeker aanraden als je op zoek bent naar een transparante poeder. Die gewoon lekker goed matteert en ook de poel fixeert. Kan ik je deze zeker aanraden. Want deze is heel fijn. En dan ben ik ook alweer toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpalette van W7. En dit is het On The Rocks Neutraal Zon Eyes Eye Color Palette. En dat is deze. Op de achterkant staan de kleuren. Het is best wel een heftig palette qua kleuren. Ik hou er wel van. Het moet wel echt je ding zijn. Maar ik vind hem wel heel tof. Ik vind ook de verpakking al heel erg leuk. En dan zijn dit de kleuren. Er zit ook een kwastje bij. Zo ziet het palet eruit. Er zit ook een spiegel in. En dit zijn de kleuren. Dus het zijn wel kleuren die je moet durven dragen. Ik durf het wel aan. Ik durf wel wat verdere ooglooks te maken. Ik durf wel een beetje buiten mijn comfortzone te stappen. Omtrent make-up kleuren. Had je me dit 10 jaar geleden gevraagd, dan had ik je voor gek uitgemaakt. Want ik zou dat niet dragen. Maar nu ik heel erg ben veranderd, merk ik dat ik het heel erg leuk vind. Wat ik ook leuk vind is dat de namen onder de paletten staan. Ik ga er een aantal voor je swatchen. Ze zijn wel heel poederig. Dus hou daar rekening mee. Nou, dit soort kleuren kun je dus verwachten. Zie je hoe donker ze zijn? Maar ze zijn wel echt heel erg mooi. De pigmentatie is heel goed. Je kunt ze mooi opbouwen. Het is een combinatie van shimmer en matte kleuren. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik vind het wel een heel erg leuk palet om in mijn stash te hebben. Zodat ik wat meer kan spelen met kleuren. Ja, pigmentatie is goed en ik vind het gewoon een heel erg mooi palet. En W7 is wel echt een merk waar ik vanaf het begin af aan wel heel erg fan van ben. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Ik kan het je ook wel aanraden, mits je van deze kleuren houdt. Nou, dan waren dit alweer alle producten die ik fijn vond. Het zijn er niet superveel, maar er zijn best wel veel producten in de maand oktober in de bak beland die ik niet fijn vond. Ik moet zeggen, ik ben wel blij met de producten die er goed uit zijn gekomen, want die kan ik lekker gaan gebruiken en ook gewoon weer terugzetten in de bak en in mijn stash gaan toevoegen. En dan kunnen we dit bakje weer gaan vullen met nieuwe producten van de maand november. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij als een van deze producten hebt getest of dat je naar aanleiding van deze video denkt van nou, ik zou het wel leuk vinden om zo'n product te testen. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Ook kun je op mijn kanaal zelf een belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog deed. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!